Breda Nu. Je weet het meteen. Wat is hier zo bijzonder aan? Nou, er zijn meerdere redenen is het heel bijzonder. Ze hebben natuurlijk altijd hier achter gestaan. 100 jaar geleden heeft hier een fruitmarkt gestaan. Ja. Dus eigenlijk komen ze terug op een plek waar altijd al een markt heeft gestaan. Maar voor de marktkooplei is het toch altijd wel eventjes wennen om op een nieuwe locatie weer te gaan beginnen. Ja. Vindt u zelf van deze locatie? Ja, fantastisch. Hè? Het weer speelt natuurlijk ook wel gewoon nu mee, hè, dat het heel goed is. Maar je kan een heel mooi rondje lopen. Er staan banken in het midden waar je even lekker je visje kan eten. Ja. Dus ik vind het eigenlijk een perfecte plek voor een markt. Is het zeker dat die in de toekomst blijft? Of? Nou, we zijn in gesprek nog steeds met de marktkooplui. Het is de inzet van de gemeente om ze hier permanent te laten landen. Daar hebben we ook alle voorzieningen voor in het leven geroepen. Mm-hmm. Alle promotie is daar ook op gericht. Ja. Maar op het moment dat het gewoon blijkt dat de marktkooplui hier niet tevreden over zijn, nou, dan moeten we daar toch met elkaar over in gesprek gaan. Wat vind je nou het belangrijkste verschil tussen de kraam van nu en... Want ik hoor veel dat die andere kraam... Sorry, dat de oude locatie gezelliger was. Nou, vroeger misschien wel. Toen was er een grote doorstroom, toen was het echte volkswijk. Dat is nu wat veranderd. Het liep daar wat terug, de nieuwe Haagdijk. En hier is het eigenlijk weer een nieuwe start om een nieuwe markt op te zetten. En dat vind ik leuk, dat vind ik goed voor de buurt. En ik vind het beter eigenlijk als de oude locatie. Als Bredanaars dit stukje zien, hè, wat zou u tegen ze willen zeggen om ze hier naartoe te halen? Hartstikke gezellig. Fijn, muziekje, zon schijnt. Ruimte genoeg voor iedereen. Oké. Nou, ik heb nog één vraagje. Nou heb je tegenwoordig alles kun je kopen op internet, hè? Ja. Waarom dan nog een weekmarkt? Voor mensen zoals ik, die niks kopen op internet. Ik heb graag contact met mensen. Dat klikken met die muis vind ik niet zo gezellig. Nee, laat mij maar lekker naar de markt gaan en naar winkels. Dat vind ik nog het gezelligste. Prachtig antwoord, bedankt. Jawel, graag gedaan.